Het verloskundesysteem in Nederland is uniek. Als je een gezonde zwangere bent, word je gecontroleerd door een onafhankelijke verloskundige in de eerste lijn. Als er iets bijzonders is tijdens je zwangerschap of bevalling, bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, dan word je verwezen naar het ziekenhuis en vinden verdere controles daar plaats. Dit betekent dus dat er tussen die verschillende lijnen veel overdrachtsmomenten plaatsvinden waarbij communicatie en samenwerking heel belangrijk is. In een medisch simulatiecentrum hebben we verschillende soorten zorgverleners die betrokken zijn bij verloskundige zorg. Daarbij moet je denken aan kraamzorg, ambulance, verloskundigen, gynaecologen en verpleging. Die hebben we allemaal in teams getraind. Het scenario was dat de bevalling net achter de rug was, het kindje was geboren. En mevrouw kreeg heel veel bloedverlies na de bevalling. Plus daarbij dat het kindje het ook niet goed deed. Dus ik had twee scenario's in één, waardoor de adrenaline natuurlijk meteen heel hoog zit. En je echt wel in actie moet. Simulatietrainingen vinden al veel plaats binnen teams. Maar het multidisciplinaire karakter, dat is uniek aan dit project. De overdracht in het scenario gaat eigenlijk zoals in de echte situatie. Ook omdat je natuurlijk dezelfde persoon aan de telefoon krijgt. Dus ik heb wel vaker training gedaan waarbij bijvoorbeeld een collega verloskundige de telefoon opnam. Dat is toch wat anders als nu gewoon de gynaecoloog die je ook in de eigen praktijk spreekt, dat je die meteen aan de telefoon krijgt. En dat maakt het heel echt, maar ook je doet je overdracht juist op precies dezelfde manier. We hebben inmiddels de trainingen afgerond, waarbij we bijna 500 zorgverleners getraind hebben in de regio Brabant Zuidoost. En de eerste resultaten zijn al positief. We hebben namelijk heel veel kraamvrouwen in de regio vragenlijsten gestuurd voor en na de training. En die laat een positief effect zien van de trainingen. Dus de kraamvrouwen zijn nu meer tevreden dan dat ze waren voor de training. Verdere resultaten zijn er nog niet. We zijn bezig met statistische analyses. En daarbij moet je denken dat we gaan kijken naar de videoopnames van de trainingen, waarbij we de teamwork performance van de teams gaan scoren. Om te kijken of de samenwerking in teams verbeterd is door deze trainingen. Wat er op de werkvloer veranderd is ten opzichte van voor de training, is dat je makkelijker contact met elkaar hebt. Je leert elkaar op een andere manier kennen, waardoor je elkaar sneller een vraag stelt of wat makkelijker in de overdracht zit. Je voelt je ook heel erg gelijk aan elkaar. Dat vond ik ook wel heel prettig. Dat je kan met elkaar van gedachten wisselen over een situatie, wat je ervan vindt. En dat is ook wel echt heel erg fijn van de training. Ook een hele belangrijke uitkomstmaat is dat we natuurlijk graag zouden willen dat de babysterfte hierdoor vermindert. Nou, het liefste zou je het natuurlijk vaker willen geven. Verder zouden we het multidisciplinaire karakter nog meer willen uitbreiden. Nog meer verschillende type zorgverleners erbij betrekken. Een andere wens is dat we nog meer simulatietraining op de werkvloer zelf gaan doen in plaats van in een simulatiecentrum.